Vandaag gaan we kijken naar Minecraft momenten dat je echt denkt van, hè, hoe kan dit? Let maar op, dit lijkt heel doodnormaal Minecraft, maar je gaat straks echt denken van, hè? Oké, hij wil een schaap scheren, alleen, ja, hij komt er niet bij. Telkens als hij een schaap wil scheren, dan worden die schapen opeens zo hoog dat hij ze niet meer kan scheren. Ja, ik zei het je toch. Nu denk je echt van, hè? En we gaan naar meer van dit soort video's kijken. Dus hou jezelf vast. Ik zou zeggen, ga er goed voor zitten. Pak een lekker bakje chips. Of komkommer, weet ik veel. Je kan ook gezond doen. Maakt mij helemaal niet uit. We gaan door. En dit lijkt op dit moment niet heel raar. Hij is gewoon dirt aan het hakken. Wel in creative trouwens. Hij zit in creative. Oh, cheetah. Waterbuckets in elke hoek. Oké. En dan een pick spawn erin. Oftewel, hij spant een varken erin. En... hè? Oké. Ik ben oprecht nu benieuwd of dit kan in Minecraft. Maar ik denk niet dat hij... Nee, dit kan niet. Nee. Het is niet als een varken zo snel spint dat hij dan opeens gaat vliegen. Toch? Dit kan toch niet in Minecraft? Of wel dan? Want als dit in Minecraft kan, dan... zou ik echt... Dan eet ik mijn schoen op. Of een stukje komkommer. Want dat is een stuk gezonder. Oké, een crafting table. Hij maakt een bootje. Hij maakt zelfs twee bootjes. Oh, hij maakt er ook één voor zijn maat. Dat is erg lief van hem. Oké, hij gaat in het bootje zitten. Maar hij had ook gewoon één boot kunnen maken. Want je kan gewoon met z'n tweeën in een boot zitten. Dus je had ook gewoon één boot kunnen maken. Wat? Durft hij niet in de boot of zo? Oh, huh? Hij gaat op de paard. Je kan niet met een paard in een... Wat? Hij loopt over het water. Ik denk hij probeert met het paard in de boot te gaan zitten. Dat kan ten eerste niet. Maar met een paard over water lopen... kan ook niet. Nee. Ik krijg hier zo'n hoofdpijn van. Ik denk dat ik eerder een aspirintje moet slikken. Of een paracetamolletje. In plaats van een komkommer. Ik blijf ook maar doorgaan over die komkommer, hè. We houden op over komkommers. Nog één ding. Gewoon even een leuk grapje tussendoor. Wat is de verleden tijd van komkommer? Ja? Zijn jullie klaar voor? Komkommer! Ja, alsjeblieft. Nu kan jij dat grapje tegen je ouders, tegen vrienden maken. En dan ben je super grappig. Alsjeblieft. Ik zit zo lang over komkommers te praten. Ik krijg er honger van. Maar hey, we zijn in de Nether. En jeetje. Deze gasten, die minen echt mega snel. Oh, hij viel ook bijna in het lava. Zag je dat? Oké. En nu? Ja, leuk. Oké. Wat is hier raar aan? Opeens komt de lava. Wajo! Oké, ik heb nog nooit zo snel iemand dingen weg zien gooien. Dit is wel echt ziek. Het komt letterlijk uit zijn hoofd gewoon in, weet ik veel. Zoveel heeft hij ook weer niet gemined. Dit is echt veel te veel. Dit kan niet. En als dit wel echt is, dan moet iemand mij leren hoe ik zo snel zoveel kan weggooien. Want dat is oprecht handig. Dat wil ik ook leren. Oké, we zijn in een village. En wat gaat hier gebeuren? Dat is echt een hele kleine villager daar. Dat is echt een hele kleine villager. En de Enderman... Wacht, wat? De Enderman pakt een villager op. Dit kan niet. Dit kan niet in Minecraft. Nee, dit kan niet in Minecraft. Ik geloof niet dat dit kan. Jongens, dit is nep. Daarom zijn het ook rare Minecraft momenten. Waarschijnlijk zijn al deze Minecraft momenten nep. Spoiler alert. Ze zijn allemaal nep, denk ik. Ik neem aan dat een villager niet opgepakt kan worden door een Enderman. Toch? Toch? Denk ik, toch? Oké, waar is deze persoon? Het lijkt wel op een soort stronghold of zo. Hij loopt er lekker doorheen. En, oh kijk, Zen. Daar is de endportaal. En daar moet je natuurlijk de Ice of Ender in doen. Om de endportaal te activeren. Hoppakee. En, oké. Dat is geen endportaal. Dat is... Wat is dit, jongens? Ik zweer het je. Het is gewoon niet logisch. Hij activeert die endportaal en er komt opeens een netherportaal. Oké. Dat is niet hoe het werkt. We zijn in een mine. En hij plaatst lekker toortjes. Oké, toortjes. Deze man is gewoon lekker op zoek naar diamonds. En wow! Huh? Nee, dit kan niet. Toch? In ieder geval, ik heb dit nog nooit gezien. Je zou me wijs kunnen maken dat dit kan. Maar dit kan niet in Minecraft, toch? Neem ik aan. Anders zou het geen raar Minecraft moment zijn als het wel komt. Dus ik ga ervan uit dat twee kleine zombies niet op elkaar kunnen zitten. Toch? Denk ik, tenminste. Ik voel me heel noob. Maar ik neem aan dat het niet kan. Oké, deze gast is lekker allemaal eieren aan het gooien voor zijn kippenfarm.
Kijk dan al die kleine keukentjes. Wat schetig. Wat is hier raar aan? Oké. Okay. Ja, nee, dat is onmogelijk. Dat kan ik gegarandeerd zeggen. Dat is niet mogelijk. Je kan geen koe krijgen uit een ei. En als dat wel zou kunnen, dan zou Minecraft heel raar zijn. Want dat kan gewoon niet. Dat zou heel onlogisch zijn. Oké, we zijn in de woestijn. Wat kan er raar zijn in een woestijn? Hij heeft heel erg honger, zoals je ziet. Daardoor kan hij ook niet meer rennen. En er is hier een cactus. Hij gaat die cactus eten. Ja, ik wist het. Ja, maar, oh, hey. Als je een cactus zou kunnen eten, dan is het wel logisch dat je er dood door zou gaan. Toch? Want cactussen kan je niet eten in het echte leven. Neem ik aan. Ik denk het niet. Toch? Nee, een cactus kan je niet eten. Oké, we zijn door. We gaan kijken naar het volgende. Namelijk, als je een cactus zou eten, dan zou al die stekels... Nee, dat zou alleen maar heel veel pijn doen. Oké, hij plaatst allemaal dingen. En, wajo, hij doet het in de chest. En dan heb je... Nee, ik geloof dit niet. Nee, nee, nee. Het zou heel handig zijn als dit werkt. Maar dit kan niet. Dat garandeer ik je, oké? Je hoeft het ook niet te proberen. Dit kan niet. Het zou nou heel grappig zijn als iemand het probeert en dat het daadwerkelijk wel kan. Oké, ik ben al bezig. Ik maak al een Minecraft-wereld aan. Ja, ik ga het proberen. Oké, jongens. Ik doe het al. Oké, dan gaan we even naar Creative. Oké, wat had hij allemaal? Hij had deze hier volgens mij. Dit had hij. Hij had de chest. Jazeker. En had hij nog zo'n shulker of zo? Hoe heet dat item? Shulker. Ik denk gewoon een shulker spawn egg dat hij deed. Ja, neem aan van wel. Oké, ja. Dat deed hij zo. En dan deed hij... Oké. Ja, dit vind ik altijd zo naar dat ik nou niet dat ding schuin kan zetten. Oké, zo. Hoppakee. Dan deed hij zo. En dan deed hij zo. Ja, toch? En dan... Boom. En... ik dacht even... Ik dacht oprecht eventjes voor een seconde... Oh, hij is nu daar. Maar ik dacht oprecht even voor een seconde dat het zou werken. Maar het werkt niet, zoals ik zei. Heel logisch dat het niet werkt. Ik weet niet waarom ik het probeer. Oké, wil je nou nog meer rare Minecraft momenten zien? Klik dan snel op deze video. Doe ik even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, zodat je meer van mij kan zien. Als je dat tenminste wil. Abonneer gewoon. Doe het, alsjeblieft. En dan zeg ik Mick out.